Dames en heren, hier is de directeur-generaal van de AIVD, Rob Bertolet. Goedemiddag allemaal. Ik ben goed te horen, denk ik. Ja. We hadden het net eventjes, allereerst dank u wel voor de uitnodiging, dank u wel ook voor de introductie. We hadden het er net eventjes over paradoxen. Paradoxaal is ook wel een beetje dat ik als directeur-generaal van de AIVD, van de geheime dienst, zoals dat in de volksmond heet, wat dat overigens niet helemaal is, is de paradox dat ik er eigenlijk uren over zou kunnen vertellen. Ondanks dat ik geen geheimen mag prijsgeven. Maar toen ik dat zei, toen zeiden ze onmiddellijk, ja, dat kan best zijn, maar je hebt er maar 10 minuten voor. Dus ik heb me een beetje georiënteerd en een beetje opgeschreven wat ik zou willen vertellen. Dat betekent wel dat ik kijk op mijn papiertje, maar het is een beetje ter bescherming van de tijd. Laat ik allereerst, want het is een verjaardagsfeest, 2 jaar, laat ik allereerst de jaren van harte feliciteren. Met een in mijn ogen prachtige prestatie. Op de site staat nog 35.000 leden. Ik begrijp dat er inmiddels meer dan 35 zijn, bijna 40.000 leden. Een uitverkocht festival, maar vooral met alle artikelen die door zoveel mensen worden gelezen. Die zoveel mensen worden gewaardeerd. En zelf heb ik genoten van het verhaal over de operatie Leunstoel, zowel op de correspondent, op de site, als op de televisie. En voor degenen onder u die dat gemist hebben, het is een prachtig verhaal over spionage, over contra-inlichtingen, over microfoons en zenders in houtsnijwerk, dat door de Russen was aangeboden aan de Amerikaanse ambassadeur in Moskou. En over een microfoon in een leunstoel. Vergelijkbare apparatuur in nieuwe meubels dus voor de Russische ambassade hier in Den Haag met medewerking van een Nederlands bedrijf. Een verhaal over de Koude Oorlog. Prachtig verhaal. Maar voltooid verleden tijd. Toch? Dat zou je denken. Ik zou ook wel graag een meer recent succes met u delen. Een verhaal over het oppakken van een signaal uit onze samenleving. Over het verzamelen van informatie. Over een spannende actie. Of over een buitenlandse spion die we op heterdaad betrappen. En die verhalen die zijn er. Maar de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten die verbiedt mij iets prijs te geven over actueel kennisniveau of over onze actuele werkwijze. Dus de uitdaging zometeen naar Martijn om daar toch iets van te weten te krijgen. De verleiding is groot voor mij, dat mag u best weten. Maar de WIF is wel erg streng. De vraag die mij is gesteld voor deze voordracht, in welke wereld leven wij straks, die kan ik alleen maar in grote lijnen met heel veel slagen om de arm beantwoorden. Ik zie dan overigens wel een wat somber beeld. De problematiek in het Midden-Oosten die heeft vele kanten. U heeft ongetwijfeld meegekregen de aanslag in Ankara, waar meer dan 30 doden zijn gevallen, meer dan 120 gewonden. Het is één vorm van de onrust in het Midden-Oosten. Maar ook in Afrika, en dat verdwijnt niet zomaar. Net zo min als de stroefheid in onze relatie met Rusland. De digitale ruimte, heel andere dimensie, want Rusland, klassiek, Koude Oorlog, digitale ruimte, eigenlijk de moderne tijd, stap je daar zomaar mee in, die biedt ons allemaal onvoorstelbaar veel mogelijkheden. En met in het achterhoofd de gedachte dat het nog maar 8 jaar geleden is dat de iPhone werd geïntroduceerd in Europa. Nog maar 8 jaar geleden. Durf ik geen voorspelling te doen over de digitale toepassingen in de volgende 8 jaar. Ik weet 1 ding zeker. Dat de digitale ruimte ook dan een ideaal werkterrein is en blijft voor kwaadwillenden. Ik kwam net Rob Wijnberg tegen die hiervoor heeft gesproken. En die stelt op de site van de correspondent, de opening. De correspondent is een dagelijks advertentievrij medium. Met als belangrijkste doelstelling om de wereld van meer context te voorzien. En door het nieuws in een breder perspectief of in een ander licht te plaatsen, willen wij het begrip actualiteit herdefiniëren. Niet om je aandacht te trekken, maar om je inzicht te bieden in hoe de wereld werkt. Ook de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst werkt advertentievrij. Ja, u lacht daarom, maar ik heb een wat moeilijke tijd achter de rug financieel gezien met de dienst. En er zijn in het recente verleden momenten geweest dat ik gedacht had, kunnen we geen geld genereren door advertenties te laten plaatsen of zo. Of het vangen van deze spion is mede tot stand gekomen dankzij... En vult u dan maar in. Maar ik was bang dat alleen de spy shops bij ons zouden willen adverteren. En ik wist ook niet helemaal of ik daar nou op zat te wachten.
Maar we hebben nog meer gemeen. Ook wij zoeken als dienst voortdurend naar een breder perspectief. En we pogen de onzekerheid in een complexe wereld te reduceren. Ik zal u niet vertellen dat ik denk te weten hoe de wereld werkt, maar wij proberen de onzekerheid te reduceren. En onze dienst heeft dan ook als belangrijkste taak vooruit te kijken om de nu nog ongekende dreiging tegen onze open maatschappij tijdig te signaleren. En zo stellen we andere organisaties in staat actie te ondernemen. We dragen bij aan de eigenstandige afwegingen in internationale kwesties door onze regering. De huidige tijd die kenmerkt zich door snelheid en veelheid aan informatie, vooral in de digitale ruimte, zoals ik het maar blijf noemen. De correspondent als online medium is daar een product van en maakt er tegelijkertijd gebruik van. Om te duiden. En dat lijkt u goed te doen met z'n allen als ik kijk naar het resultaat. Maar het internet maakt het ook mogelijk om ideeën en angsten te verspreiden in een tempo waar men vroeger jaren voor nodig had. Kwaadwillenden hebben daardoor de ongekende mogelijkheden om samenlevingen te ontwrichten. Door de schade zelf. Ik roep u in herinnering de beelden van lichamen onder lakens die worden weggevoerd van de plaats van een aanslag. Ik roep u in herinnering uitvallende installaties of overname van televisiestations. Maar het kan ook door op afstand getrouwen tot actie aan te zetten. Of door angst te zaaien bij burgers op een schaal en met een snelheid die we eerder niet zagen. En ik denk dat het voor regeringen op dit moment bijna onmogelijk is om voor de power curve te blijven. Op datzelfde internet hebben we onlangs allemaal kunnen lezen en horen misschien wel dat 1 op de 100 of 1 op de 50 of 1 op de 20 vluchtelingen en asielzoekers een terrorist zou kunnen zijn, gestuurd door ISIS. Waar of niet waar? Overdreven of onderschat? Hoe dan ook, die uitspraken zijn vuur, zijn olie op het vuur van de toch al verhitte discussie over migratie. U heeft allemaal kunnen lezen hoe er gisteravond, afgelopen morgen, een aanval, anders kan ik het niet noemen, is geweest op een asielcentrum, opvangcentrum in Woerden. Dus wat wij doen, wij zoeken niet alleen naar de vermeende terroristen. Maar we moeten op basis van onze inlichtingen ook een objectief beeld kunnen geven van de problematiek. Opdat de overheid als geheel met gericht beleid kan reageren. Wel overwogen, met oog voor de risico's. Opdat we de aard van ons land geen geweld aandoen. Voor ons een duidelijke opdracht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Het duiden van informatie, het samenvoegen van puzzelstukjes tot één groot geheel. Het thema is veiligheid en privacy. Hij staat er niet meer, maar het was het wel. Het is het nog steeds. Wij hebben als dienst vergaande bevoegdheden om informatie te vergaren. En daar zijn we ons heel goed van bewust. Als we die bevoegdheden inzetten, dan maken we inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen, op hun privacy. Dat is vandaag de dag een veelbesproken thema. Dat zal het ook in de toekomst blijven. Dat hoop ik tenminste. En laat ik dat uitleggen. Wij kennen in Nederland, we realiseren ons dat niet altijd, maar we kennen in Nederland een hoog niveau van veiligheid en comfort. In de discussie over veiligheid, privacy en de bevoegdheden van diensten stellen we steeds de vraag, hoeveel privacy wil je opgeven voor je veiligheid? Ik wil die vraag graag eens omdraaien. Hoeveel veiligheid wil je opgeven voor je privacy? Hoeveel veiligheid wilt u opgeven voor uw privacy? De een wil geen enkele concessie doen. Die zegt, ik wil veilig over straat. Ik wil veilig in de bus. Ik wil veilig in de trein. Ik wil veilig in het vliegtuig. En als dat gepaard gaat met minder privacy, so be it. Ik heb niks te verbergen. De ander die vindt iedere inbreuk op de privacy, hoe beperkt ook en hoe gecontroleerd ook, er één te veel. Daar leid ik uit af dat hij zonder meer bereid is om concessies te doen aan zijn veiligheid. De AIVD die laveert elke dag weer opnieuw. Mijn mensen laveren elke dag weer opnieuw tussen deze twee uitersten. Maken iedere dag de afweging of het doel van ons onderzoek, het inzetten van de bevoegdheden en de inbreuk van de privacy, of die wel met elkaar in balans zijn. Vanuit Raqqa zijn de Nederlandse computers van kwetsbare jongens en meisjes in Nederland met enkele klikken te bereiken. ISIS, de Daesh zoals ze hem noemen, hoeft niet te reizen, niet fysiek. ISIS wacht gewoon tot in Nederland iemand een eerste voorzichtige stap doet op het radicalere gedeelte van het internet.
ISIS heeft geen clubhuis dat we onder observatie kunnen houden. ISIS heeft geen vaste telefoon, geen account bij de KPN, waarop we een taplast bij de minister kunnen aanvragen. Een staatshacker uit een land dat niet zelf nieuwe producten wil bedenken, maar het credo liever goed gejat dan slecht bedacht aanhangt, neemt niet de bus naar zijn doelwit, maar reist per glasvezel. Het is onze verantwoordelijkheid om uit te kijken naar dat ene gesprek of naar die ene worm die onze samenleving bedreigt. Die tijdig te onderscheppen en die onschadelijk te maken. Gericht, met middelen die succes mogelijk maken. In de Koude Oorlog kon een microfoon in een leunstoel het verschil maken. In de 21ste eeuw zal dat niet meer toereikend zijn, want de wereld verandert. En wij bij de AIVD veranderen dus mee. Dat moeten we. Omdat de dreigingen in de toekomst uit Raqqa komen. Of uit de rand van Europa. Of uit Azië. Of uit Afrika. Omdat de dreigingen nog steeds gewoon met het vliegtuig komt. Of over de weg. Maar we veranderen vooral omdat de dreiging steeds meer is verpakt in bits en bytes. Hoe de dienst er in de toekomst uitziet en hoe effectief de dienst kan zijn, met welke middelen? Ik weet het niet. Veel hangt af van de vraag, hoeveel veiligheid willen wij ruilen voor privacy? Wat ik wel weet, is dat ook in de toekomst de AIVD stevig verankerd blijft in de rechtsstaat. Niet ernaast. Met adequaat toezicht en adequate waarborgen. En hopelijk met adequate bevoegdheden. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, Rob Berthollet. Neemt u plaats. Dames en heren, hier is Maurits Martijn versus Rob Berthollet. Veiligheid versus privacy. Dankjewel. Lex. Eens op drukken? Nee. Ik ben er nog hoor, maar. Links, rechts. Ja, zegt u het maar. Hey, toen ik hier kwam in dat gebouw, toen dacht ik, volgens mij moeten wij als dienst nog wel het een en ander van dit gebouw weten. Het is jaren terug is dit het hoofdkwartier van volgens mij de Communistische Partij Nederland geweest. Volgens mij ook CPN, dus, toch? Ja. 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 Het is voor mij volkomen onbekend. Dus er wordt in Zoetermeer op het hoofdkantoor wordt er gewoon meegekeken ergens? Nou ja, ik kijk mee. Ja, oké. Dankjewel, Rob Berthollet, voor dit mooie verhaal. Zullen we gaan zitten? We blijven nog even staan. Ja, blijven staan. De vraag die je aan het einde opwierp, dat is denk ik inderdaad de vraag. Hoeveel veiligheid willen wij opgeven voor privacy? Ik hou altijd heel erg van debatten, gesprekken, interviews, waar input komt vanuit het publiek. Dus ik zou eigenlijk willen beginnen met de zaal te vragen daar antwoord op te geven. En niet de hele zaal, maar één iemand uit de zaal. Niet de directeur van Bits of Freedom die daar zit. Ook niet Dimitri Tokmetsis, mijn collega die ook vrij kritisch schrijft over privacy en technologie, maar iemand anders uit de zaal. Is er iemand die zich geroepen voelt daar antwoord op te geven? Mooi, dan kom ik naar je toe. Ik zag hier meerdere. Hier, ja. Ik geef je niet de microfoon. Wacht even. Kauw hem uit. Ja, u sprak over de toekomst van de AIVD en dat jullie met de tijd mee willen gaan. De vraag is, hoeveel veiligheid wil je inleveren voor privacy? Oké, dan kom ik later bij je terug. Ik zag hier nog een hand op. Nou, ik vraag me ten zeerste af of deze extra surveillance leidt tot meer veiligheid. Integendeel, ik denk dat er gevaar voor de democratie is en daarmee een veel groter gevaar voor de veiligheid. Oké. Maar welke extra surveillance? Welke extra surveillance? Nou, er wordt natuurlijk steeds meer in de gaten gehouden. Er wordt veel meer bekend door partijen die wij niet kennen. En daardoor zijn we niet op de hoogte wat er van ons bekend is en op welke manier wij gemanipuleerd kunnen worden. Ja, mag ik daar toch op reageren? Mag ik daarop reageren? Ja, zeker, graag. Ja, ik weet niet helemaal hoe wij ons verhouden. Of ik naar jou moet luisteren of. Sowieso, ja. Ja. En niet alleen vanavond, niet alleen vandaag.
Dat is vanaf dit moment onze relatie. Kijk, ik ben wel eens ergens een voordracht begonnen met te stellen dat wij de enige overheidsorganisatie zijn die werkelijk naar u luistert. Maar misschien toch even. Kijk, ik zou bijna de neiging hebben om te vragen, maar... Nee, dat ga ik niet doen. Want het is een serieuze vraag voor u en dat begrijp ik ook heel goed. Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen, ja, het maakt helemaal niet uit of ik wel of niet iets te verbergen heb. Waar het om gaat is dat ik niet wil dat de staat mij bekijkt of beluistert of volgt of wat dan ook. Maar dat doen we ook niet. En dan zegt u, ja, moet ik hem dan geloven? Nou ja, dat zou ik wel graag op prijs stellen. Hè. Dat vind ik wel prettig als u mij gelooft. Maar laat ik u een ander voorbeeld geven, hoe zich dat verhoudt. En omdat het wat mij betreft een voorbeeld is voor wat we zowel in de fysieke wereld doen als in de, digitale wereld. Stel nu eens dat wij zouden weten dat er iemand die een aanslag wil plegen, we hebben daar echt hele sterke vermoedens voor. We hebben hele sterke vermoedens dat iemand een aanslag wil plegen en we weten waar die zich ophoudt. Zou u het vreemd vinden als wij zijn huis observeren? Mag ik eens vragen, wie van u zou het vreemd vinden als we zijn huis observeren? Ik zie een paar die zeggen, ja, dat moet je niet doen. Overgrote deel zegt, dat moet je wel doen. Oh, sorry. Oh nee, nou stel ik de vraag anders, u heeft gelijk, stel ik de vraag anders. Wij weten dat daar iemand is die echt erg hard op weg is om een aanslag te plegen. We hebben daar signalen voor gekregen. Wat we willen doen, is we houden zijn huis in de gaten, we weten waar die zit. En mijn vraag is nou, wie van u vindt het bezwaarlijk dat we zijn huis in de gaten houden? Dat zijn er nog steeds een beperkt aantal. 3. Laat ik er dan van uitgaan dat het grootste gedeelte het niet bezwaarlijk vindt. Op het moment dat we dat doen, dan kijken we vanuit een post die we inrichten, misschien een ander huis of een auto, weet ik veel. En we kijken en we zien van alles. We zien allemaal mensen voorbij lopen. Die mensen zijn wij niet in geïnteresseerd. Het enige waar wij in geïnteresseerd zijn, is wat gebeurt er in dat huis. En onze methodiek op het internet is precies hetzelfde. We zijn niet geïnteresseerd in alle mensen die op internet zitten. We zijn niet geïnteresseerd in alle mensen die bellen. We zijn geïnteresseerd in de mensen die kwaad willen met u en met mij. Ik luister u niet af. Tenminste, dat denk ik niet. Nou, deze 3 zou ik wel vanaf nu wel op een lijstje zetten. Oké, dankjewel. Zullen we nu gaan zitten? Ja, het is een beetje een gekke opbouw, maar ik ga hier zitten. Toen ik een uitnodiging stuurde een aantal maanden geleden voor u, dacht ik van ik probeer het gewoon, maar dat gaat toch niet gebeuren. Mijn ervaringen met de dienst zijn nog wel eens de dienst treedt niet zo gauw naar buiten, treedt niet op, spreekt zich niet zo uit. Is er iets veranderd de afgelopen tijd? Nou, er is op zich niets veranderd. De ervaring die u heeft met ons, met de dienst, die richtte zich denk ik vooral ook op het onderzoeken van archieven. En daar zijn we inderdaad niet scheutig mee. Dat heeft te maken met wat ons in de wet is opgedragen. En misschien dat het goed is om daar 2 dingen in te noemen. Wij hebben mensen die geven ons informatie. Die willen wij beschermen. Dat staat ook in de wet. Het is mij opgedragen, dat is een absolute bescherming, dat ik de bronnen moet beschermen. Dat betekent dus dat ik ook niet zo makkelijk onze archieven open kan maken. Dat doen we niet gauw. Er is nog iets anders. Als wij de archieven openmaken, dan zou het kunnen zijn dat er niet alleen bronnen bekend worden, maar dat er ook methodes van werken bekend worden. De leunstoel uit de operatie is natuurlijk een van de methodes die denk ik iedereen wel kent vanuit allerlei films. Dus heel geheim is dat niet. En dat was natuurlijk een tijd terug. Maar er bestaan nog steeds risico's. En daarom zijn we daar heel voorzichtig mee. Niet, en dat is een beetje hetzelfde dilemma als wat ik daarnet ook al aangaf. Niet omdat we niet dingen zouden willen vertellen, maar omdat we het gewoon niet kunnen. We mogen het niet. En daarom doen we het niet. Ik doelde eigenlijk op iets anders. Ik constateer, maar onderbreek me als het niet klopt, dat de dienst, en dan heb ik het over u, maar ook over minister Plasterk, de afgelopen maanden, of misschien wel het afgelopen jaar, iets meer de mensen opzoekt.
iets vaker in zaaltjes te vinden zijn. Vorige week was minister Plasterk nog te vinden in het Hol van de Leeuw. Ja. Bij Bits of Freedom op bezoek. Nou, dat gebeurde een paar jaar geleden niet. In ieder geval niet over dit thema. Is dat bewust beleid? Zit daar een idee achter? Ja, we zijn eigenlijk vanaf het moment dat ik aangetreden ben 4 jaar geleden, hebben we wel verschillende momenten aangegrepen om met meer naar buiten te komen dan dat je in eerste instantie zou verwachten. De minister die is vorige week, of het was zelfs de week daarvoor volgens mij, is die bij Bits for Freedom geweest. Maar vlak nadat ik aantrad, ben ik zelf al een keer bij Privacy First geweest. En de reden dat we dat doen, is dat we geen discussies uit de weg gaan. Omdat we vinden dat privacy en veiligheid allebei dermate belangrijke onderwerpen zijn, dat je daar de discussie ook over aan moet gaan. Want uiteindelijk is het zo, als de wetgever straks bepaalt, en de wetgever bepaalt onze bevoegdheden, als de wetgever bepaalt, Bertolé, je mag met je dienst dit wel doen en dat niet, dan is dat voor mij heel helder. Zoals ik aan het begin zei, de wet is heel streng. En ik houd mij aan de wet, mijn dienst houdt zich aan de wet. Ja, maar we willen die discussie willen wel aangaan, omdat we ook wel willen laten zien wat is de risico. Het is zo makkelijk om te zeggen, beste brave veiligheidsdienst, dit is iets wat je niet mag. Maar we hebben gemerkt dat op het moment dat er in een trein naar Parijs, in de Thalys, iemand wordt overmeesterd die heel duidelijk een aanslag heeft willen plegen en die ook daartoe een arsenaal wapens en munitie bij zich had, dan verandert die vraag ineens. Die discussie voer ik graag aan de voorkant. Maar dan is uw antwoord hopelijk wel, dit kunnen wij nooit voorkomen. Ik denk dat je sowieso geen 100% veiligheid kunt bieden. Dat kan niet. Net zo min als dat er sprake is van 100% privacy. Maar wij kunnen dat niet voor de volle 100% garanderen. We kunnen wel ons uiterste best doen. En we kunnen wel proberen om gelijke tred te houden met degene die onze veiligheid bedreigen. Want daar zit het grootste risico. Wat ik zei, als je kijkt naar de digitale ruimte, dan zie je dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden zitten. Dat is hartstikke goed. Daar profiteren we allemaal van. Daar profiteer je van als je op reis gaat, daar profiteer je elke dag van. Maar die ongekende mogelijkheden, die zijn er ook voor degene die het slechte met ons voor hebben. En dat is toch een beetje waar ik me zorgen over maak. Even terug naar de discussies. Hè. U zei net, wij gaan de discussie niet uit de weg. Er zijn op dit moment enorm veel discussies te voeren over de geheime dienst, de inlichtingendienst. En dat gaat dan vooral over de nieuwe inlichtingenwet, de WIF. Ja. Er is, voor degenen die dat niet weten, er is een tijd geleden een conceptversie van die nieuwe wet gepubliceerd op een site. Daar mochten heel veel verschillende partijen op reageren via een internetconsultatie. En op dit moment is het ministerie bezig om alle kritiek en alle feedback te verwerken en een definitief wetsvoorstel op te schrijven. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Oké. Als je naar die internetconsultatie kijkt, dan waren daar ongelooflijk veel verschillende partijen met hele fundamentele kritiek op deze wet. Ik ga het daar niet specifiek over hebben, want zoveel tijd hebben we niet. Maar wat mij opviel was de veelheid aan partijen. Dus je had aan de ene kant een beetje de partijen die je verwacht, de burgerrechtenbewegingen, het College voor de Rechten van de Mens. Maar je had ook MKB, je had ook VNO-NCW, je had ook de KPN, Tele2, andere telecomproviders. Ik zat vanmorgen nog even naar dat lijstje te kijken en eigenlijk denk ik dat alleen de geheime diensten zelf en het ministerie van Binnenlandse Zaken en van Defensie zich helemaal achter dit voorstel kan scharen. Deze grap komt niet zo goed uit de verf. Sorry. Ja, oké. Okay. Ik zat even te bedenken. Waarom lacht u dan niet? Ja. Nee, de ongelooflijk veel partijen hebben fundamentele kritiek op dit wetsvoorstel. Ja. En dus zijn er op dit moment voor u heel veel discussies te voeren, lijkt me. Wat is uw belangrijkste argument? Nee, ik moet nog een vraag ervoor stellen, of eigenlijk een opmerking ervoor plaatsen. Er staat heel veel in die nieuwe wet, maar het belangrijkste, dat waar het vooral over gaat, en dat is die verruiming van de bevoegdheden. Ja. De bevoegdheden om ook ongericht kabelgebonden communicatie binnen te halen.
En kabelgebonden communicatie gaat dan vooral over internetverkeer, maar ook over mobiel telefoonverkeer. Ja. Nou, laat ik om te beginnen even vertellen, ik vond het best een goede grap hoor, daar gaat het niet om. Maar het zou ook natuurlijk wel raar zijn als wij als departement, of als het departement, want natuurlijk de AIVD maakt deel uit van het departement, maar het is eigenlijk het departement wat de wet maakt, als die er niet achter zou staan. Kijk, internetconsultatie is niet specifiek voor de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Internetconsultatie is een proces wat plaatsvindt voor elke nieuwe wet. Alleen de respons is erg groot en dat tekent voor mij het belang van de discussie. Dus die discussie, nogmaals, vanuit het standpunt dat we die discussie niet uit de weg gaan, is dat helemaal niet erg dat daar zoveel zijn en dat het uit zoveel verschillende hoeken komt. Ik vind de discussie, ik denk dat er goed gekeken wordt op dit moment naar al die argumenten die worden zijn aangedragen op het internet om wel of niet de wet daartoe aan te passen. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat we ons, ik vind dat we ons in die hele discussie een paar dingen moeten realiseren. En een van de dingen is dat Nederland heeft niet alleen een hoog niveau van veiligheid en comfort, maar Nederland heeft ook een geweldige ICT of IT-infrastructuur. We zijn het land met een van de hoogste computerdichtheden. We hebben geweldige knooppunten liggen in Nederland. We hebben kabels op allerlei punten hebben we liggen. En die zijn er vooral voor om de economie te ondersteunen. Nederland is een safe place, of dat zou je moeten willen, een safe place to do business. Er gaat heel veel data, communicatie gaat door Nederland. Maar wat wij dus ook zien, is dat er vanuit het buitenland, statelijke actoren, de Nederlandse infrastructuur, Nederlandse servers, Nederlandse glasvezel, misbruikt wordt om aanvallen te plegen. En de vraag is, mijn vraag is, of je dat als land moet laten toestaan. Want dat betekent dat als je daar niet iets aan doet, dat je op den duur geen safe place meer bent om zaken te doen. En dan werkt dat tegen. Dus ik begrijp de argumenten niet altijd. Ik begrijp de discussie wel, maar ik begrijp de argumenten niet altijd. Maar wat is uw allerbelangrijkste argument als iemand kritiek heeft op het voorstel om kabelgebonden communicatie op te vangen? Dan is mijn belangrijkste argument dat je eigenlijk los zou moeten denken van die kabel. Omdat waar het vooral in de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten de nieuwe om gaat, is dat je techniek onafhankelijk moet denken. En dat je dus ook de techniek niet bepalend moet laten zijn in de wet. Toen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten in 2002 werd opgesteld, dat proces was begonnen in 1995, toen was er nog helemaal geen, althans niet op grote schaal, een mobiele telefoon. En dus is alles gericht op de twee draadjes, waardoor je vaste telefoontoestel communiceerde met een ander vast telefoontoestel. De dreiging is veranderd. De dreiging maakt gebruik van andere technieken. We zien dat dagelijks. En mijn belangrijkste argument is dus, zorg nou dat je die diensten waarvan je verlangt dat ze je waarschuwen voor opkomende dreigingen, dat ze ongekende dreigingen, dat ze die voortijdig signaleren, dat ze proberen erachter te komen welke idioot er een aanslag zou willen plegen op een trein. Zorg nou dat je die diensten de middelen geeft om dat ook te doen. Want wat je in de wet ook kunt doen, en dat gebeurt ook in het nieuwe voorstel, en daar hoor ik maar weinig over, is dat er in de nieuwe wet hele strakke waarborgen zijn om te voorkomen dat die wet misbruikt zijn. Wij zijn een dienst in een democratische rechtsstaat en niet ernaast. We leven niet in een politiestaat. We worden gecontroleerd door de commissie van toezicht, door het parlement, en er is aan de voorkant is er toestemming voor nodig. Het is een ongeluk. Ik durf te stellen dat wij de best gecontroleerde overheidsinstantie zijn die er is in Nederland. Dat is een andere kant die ik maar weinig terughoor in de discussie. En dat is voor mij wel een belangrijk argument. Ik zou het niet willen om iedereen af te luisteren. Ik zou het niet kunnen, omdat, weet je, ik hoor vaak de term sleepnet. Het was een van die termen die ik mee in Privacy First of Bits of Freedom geïntroduceerd had bij de internetconsultatie. Als je denkt in termen van een sleepnet, ik kan u garanderen dat sleepnet zou bij ons na de eerste 2-3 uur zou dat breken. Omdat er zo ongelooflijk veel data vandaag de dag door Nederland heen gaan. Dus ik zou het niet willen, ik zou het niet kunnen, maar het allerbelangrijkste, ik mag het niet. Ik ga heel even nu toch naar de directeur van Bits of Freedom. Want dit ga jij natuurlijk niet
Is het laatste? Ik zie daar nog 8 minuten 40. Wij hebben nog 8 minuten. Oh, oké. Ga ik jou het laatste woord geven? Nee, hè? Of wel? Ja? Heb je een hele korte, snelle opmerking hierover, over sleepnet? Ja. Ik zal hem niet vastpakken. Het probleem is dat de wet, en zoals die nu geformuleerd is in het voorstel, wel degelijk het sleepnet mogelijk maakt. Dus u kunt wel zeggen dat u er niet gebruik van zou willen maken, of dat u denkt dat het technisch niet mogelijk is om gebruik te maken. Wat nu qua techniek niet kan, kan natuurlijk morgen wel. Dat heeft u zelf duidelijk aangegeven. En het probleem is dat er op dit moment in de wet geen enkele mogelijkheid is om zelfs de best gecontroleerde overheidsdienst van Nederland te voorkomen dat er van letterlijk, op de manier waarop het nu in de wet opgeschreven is, van miljoenen mensen data verzameld kan worden tegelijkertijd door onze geheime dienst. En dat vinden wij bijzonder zorgelijk. En dat zou, ja. U bedoelt zoals Google en Microsoft dat ook doen? Nee, dat bedoel ik niet. Maar die doen dat wel. Maar daar hebben we het nu niet over. Nee. Nou ja, ik heb het er even dat over. Dat vind ik ook heel vervelend. Daar ben ik het met u eens. Maar dat. Ik leef hier in Nederland in een democratische rechtsstand. Waarmee ik via een wetsconsultatie kan aangeven dat ik een wet slecht vind. Dat kan ik niet bij Google, want dat is geen democratie. Maar Google is gelukkig wel te reguleren vanuit Europa. En dat zijn we ook heel hard aan het doen. Dus het feit dat Google iets doet, lijkt me niet relevant voor wat de AIVD doet. Ja, weet u, ik vind dat wel interessant. Ja, dat mag best applaus hoor. Ik wil het niet overnemen, ik mag wel antwoorden nog. Hè? Laatste punten. Ja? Laatste 2 punten, mag dat ook? Ja? 1,5. Van de week heb ik mijn iPhone geüpdate. En ik vond dat Apple buitengewoon democratisch was. Want die zeiden namelijk tegen mij, je kunt hem wel updaten. Dan ga je akkoord met onze voorwaarden. Met hun voorwaarden, eenzijdig. Of je kunt hem niet updaten. Dus die keuze die heb ik. Ik ben het helemaal met u eens, hè, dat de wet op de inlichting en veiligheidsdienst is natuurlijk iets anders. Maar mag ik u heel kort een tegenvraag stellen? Heeft u het idee dat wij op dit moment telefonisch iedereen afluisteren? Nee. Toch kan ik dat wel. Ik bedoel, dat staat in die wet. Ook in de huidige wet staat dat ik telefonisch iedereen af kan luisteren. Alleen, dat kan alleen maar als ik daar een hele goede reden voor heb. En die moet ik aan kunnen tonen. En datzelfde geldt voor alles wat ook in de nieuwe wet staat. Dus de vraag die richt zich elke keer weer op, kun je in zijn WhatsApp, kun je in mijn WhatsApp? De vraag is niet of het kan, de vraag is of je het mag. En er zijn in de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten zijn zoveel voorzieningen om te voorkomen dat ik dat mag, dat zelfs als zou ik het willen, dan zou het niet kunnen. Maar daar wil ik het bij laten. Oké, ik heb me totaal verkeken op de tijd. Dat is erg jammer, want het venijn zat hem in de staart, zeg maar. De kritische vragen, de echt kritische vragen. Dus Rob Bertollet, u komt zeer goed weg hier. Toch wil ik u ontzettend bedanken voor uw aanwezigheid. Hopelijk blijft u nog even rondlopen in het gebouw. Dan kunnen we nog even verder praten. Ik geef snel weer het woord aan Lex. Dankjewel. Dankjewel, Maurits Martijn en Rob Bertollet. Dankjewel. Als het dan gaat over de vraag privacy of veiligheid, is mijn conclusie dat het nog het een, nog het ander is. Maar het was wel een bijzonder moment. De directeur van de AIVD, directeur-generaal, hier in de openbaarheid, in de open lucht. Maar daarmee is het nog niet op, dames en heren. Ik heb nog iets voor u, hier in deze zaal. Want het is ook het kabinet niet ontgaan dat hier op een constructieve manier aan de vooruitgang wordt gewerkt. Sterker nog, een van de leden van het kabinet heeft de moeite en de tijd genomen om hier te verschijnen. En het is mij dus een grote eer en genoegen om u aan te kondigen, dames en heren, Hare Excellentie van het ministerie van Vrijheid en Transparantie. Hier is mevrouw Driessen. Dames en heren, als u mij 10 jaar geleden had verteld dat ik minister zou worden, dan had ik u voor gek verklaard.
10 jaar geleden, dat is 2015. De tijd waarin iedereen opeens bezig was met Kanye West. In 2015 kwam het nummer Drank en Drugs uit, weet u dat nog? In 2015, toen was Donald Trump nog niet eens president. Ik zat in 2015 in de 6e klas van de middelbare school. Ik had geen idee wat ik met mijn leven wilde. Ik wist dat ik goed was met programmeren. Ik had vaag het idee om een start-up te beginnen. Misschien ook omdat ik als bakvis erg verliefd was op Alexander Klupping. De overheid was in ieder geval niet op mijn radar te vinden. Als u mij toen had verteld dat ik in 2025 minister van Vrijheid en Transparantie zou zijn, de baas op een ministerie dat zich niet gedraagt als een ministerie, maar als een techbedrijf, een ministerie dat de overheid van binnenuit disrupt, een ministerie waar de mannen in pakken zijn verdreven door nerds van de TU Delft in hun hoodies met hun instant noodles en hun cola, ik had u niet geloofd. En toch is dat ministerie er 10 jaar geleden gekomen. Dankzij het visionaire plan van toenmalig premier Rutte kwam er in 2015, rijkelijk laat eigenlijk, eindelijk een ministerie voor de 21ste eeuw dat zich niet bezighoudt met politiek, maar met het verbeteren van uw leven. Niet door middel van speeches en beleidsplannen, maar door pushnotificaties en AB-tests. En ik wilde u er even graag aan herinneren wat er sindsdien is gebeurd. Of eigenlijk niet is gebeurd. Want er is sinds 2015 geen enkele terroristische aanslag gepleegd in Nederland. Er wordt 80% minder belastingfraude gepleegd dan in 2015. Er wordt meer gerecycled, meer gesport. Het aantal hartaanvallen is met 30% afgenomen. En hoe is dat ons gelukt? Dat is gelukt door niet langer te denken als een overheid, maar door te denken als service. Dat klinkt misschien radicaal, maar uiteindelijk is de overheid niks anders dan een nationaal geregeld nutsbedrijf. Het is onze taak om uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. Wij moeten ons bescheiden opstellen. Wij heten niet voor niets het ministerie van Vrijheid en Transparantie. Wij zijn geen politieagent om u achter uw broek aan te zitten. Wij sturen geen boze blauwe brieven als u uw belastingaangifte te laat opstuurt. Wij helpen u er vooraf aan herinneren dat u uw belastingaangifte nog moet doen. Met een pushnotificatie. Dat is alles. Ping! Krijgt u er meteen een handig overzichtje bij van de consequenties als u die aangifte wel te laat inlevert. Wij zijn geen overheid die bepaalt hoeveel u mag drinken of waar u uw geld aan uitgeeft. Wij gaan niet als een politieagent boven uw glas wijn hangen. Het enige wat wij doen is na dat vierde glas wijn even een berichtje sturen. Weet u zeker dat u dit wil? U heeft de vrijheid om gewoon nog een glas wijn te bestellen. Wij controleren niet, wij informeren. En als iemand dan een auto-ongeluk veroorzaakt, hebben wij meteen de data om aan te tonen dat hij te veel gedronken heeft. Grapje natuurlijk. Als iemand te veel gedronken heeft, komt hij überhaupt zijn auto niet meer in, dankzij de invoering van het alcoholslot in 2017, ook door ons ministerie. Een ministerie dat luistert, dames en heren, naar u. Op meer manieren dan u doorheeft. Wij stellen het individu centraal. U bent bij ons geen cijfer in een Excel-sheet. Wij kennen u. Wij weten wanneer u gaat hardlopen, zodat we u eraan kunnen herinneren als u het een dag vergeet. Wij weten wanneer u uw vuilnis buiten moet zetten en of u dat gedaan heeft. En wij weten wanneer het slecht met u gaat, financieel of emotioneel. Die laatste data zijn heel erg belangrijk voor het voorspellen van misdrijven. De afgelopen 10 jaar hebben wij in samenwerking met de AIVD en de politie honderden verwarde jonge mannen opgespoord en uit voorzorg opgepakt. Nederland is veiliger dan ooit. En dit doen we met u. Politiek oude stijl had misschien een groot surveillance sleepnet uitgerold om zo op schimmige wijze data over u te verzamelen. Dat is politiek oude stijl. Wij denken als een start-up. Wij rolden geen surveillance sleepnet uit, wij rolden een app uit. En die app heet, zoals u weet, Burger. Zonder E, want dat was 10 jaar geleden hip. Haha. En die app heeft 95% van Nederland inmiddels geïnstalleerd op zijn laptop, telefoon, smartwatch of koelkast. Dat doet u vrijwillig. Wij zijn nogmaals het ministerie van Vrijheid. En ik weet ook wel dat u dat niet doet omdat u de overheid zo graag wilt helpen. U doet dat voor uzelf, omdat u hulp wilt met sporten, met de belasting, met uw financiële zaken. Het is een win-win situatie. U krijgt support van de overheid en de AIVD kan haar surveillance focussen op die 5% die ervoor kiest om niet mee te doen aan het systeem. De mensen, kortom, die iets te verbergen hebben. Goed.
dat is waar we nu zijn met dit ministerie van Vrijheid, Veiligheid en Transparantie. Wij denken als een dienst voor u, wij luisteren naar u en werken met u. En die pijlers willen we alle drie versterken met een nieuw programma dat we de komende jaren gaan introduceren en dat ik u met veel plezier aankondig. Dat programma is eigenlijk heel ouderwets. Het heet Buren, met dubbel U en zonder E. En het is gebaseerd op een hele simpele waarheid. U kent elkaar beter dan wij u kennen. Dat willen wij gebruiken. Wij willen uw vriendschappen en uw familiebanden gebruiken om u beter te leren kennen. Hoe gaan wij dat doen? Laten we daarbij het voorbeeld nemen van mevrouw Fransen. Mevrouw Fransen is mijn buurvrouw en werkte tot voor kort bij de bibliotheek. Toen hij zijn laatste fysieke vestigingen sloot, werd mevrouw Fransen dus werkloos. Zo gauw dat gebeurt, weet Burger daarvan en vraagt de app iedere dag even aan je hoe het met je gaat, of je al gesolliciteerd hebt en waar dan en hoe dat ging. Dat sociale component is heel belangrijk en we moeten het ook weten voor uw uitkering natuurlijk. Maar mevrouw Fransen stopt na 2 dagen met antwoorden en zegt niet meer hoe het met haar gaat. Nu zou dat een alert opleveren bij de politie, die bij mevrouw Fransen op bezoek gaan om even te checken of alles wel goed gaat. Dat werkt, maar niet altijd. Mensen vinden het niet altijd gezellig om de politie op bezoek te hebben natuurlijk. In de toekomst zou Burger het burenprotocol activeren en mij, de buurvrouw van mevrouw Fransen, een bericht sturen op het moment dat mevrouw Fransen niet meer antwoordt. In eerste instantie met de vraag of ik denk dat het goed gaat met haar, maar op den duur kan de app mij verzoeken om op bezoek te gaan bij mijn buurvrouw. Ik neem dus de rol van de agent over met de hulp van een sociaal script wat de app aanbiedt, tips over wat je in zo'n gesprek beter wel en niet kunt zeggen. Ik kan informeren hoe het met haar gaat, haar helpen met de sollicitatie en haar op subtiele wijze overtuigen om weer antwoord te geven op de vragen van Burger. De voordelen. 1. Ik ken mevrouw Fransen, dus het contact verloopt sowieso soepeler dan tussen een agent en mijn buurvrouw. 2. Mevrouw Fransen hoeft helemaal niet te weten dat ik namens de overheid kom, dus is waarschijnlijk eerlijker tegen mij. En het is ook nog goedkoper, want ik hoef natuurlijk niet betaald te worden om even bij mijn buurvrouw langs te gaan. Dat doe je gewoon. Het is het equivalent van even over de schutting kijken of het allemaal wel goed gaat bij de buurtjes. Met Buren zorgen wij samen voor een betere wereld. Door antwoord te geven op de vragen van de app, maar ook juist door proactief melding te doen van mensen die volgens u een extra zetje in de rug nodig hebben. Denkt u dat uw vriend meer kan bewegen, maar wilt u niet degene zijn die het tegen hem zegt? Meld het Burger. Vermoedt u dat uw baas wat psychologische counseling nodig heeft? Vertel het ons. Is een klasgenoot van uw zoon aan het radicaliseren? Wij willen het weten. Zo ontstaat er een dialoog, waarin de overheid u vraagt om namens ons waakzaam te zijn. En waarin u, wanneer u iets vermoedt, meteen contact op kan nemen met ons. En daar hoeft u helemaal geen bewijs voor te hebben, want u bent geen rechter of politieagent. Nee, elk vaag vermoeden dat er iets niet pluis is, is voor ons interessant. De tijd waarin mensen alleen langzamer gingen rijden als ze een politieauto zien, is dan definitief voorbij. Elke auto is nu tenslotte een mogelijke politieauto. Zo realiseren wij weliswaar 10 jaar te laat alsnog een participatiemaatschappij. Een veilige, vrije, transparante wereld waar wij allemaal onderdeel van zijn. Dank u wel.